gaf de mensen een uitleg hoe ze op de weg kunnen rijden en waar ze op de weg kunnen rijden. Er is veel onbekendheid van, mag ik alleen op de stoep rijden? Mag ik ook op de weg rijden? Welke regels gelden er? Is er bijvoorbeeld een maximum snelheid? Er is tegenwoordig een maximum snelheid op de stoep van 6 km per uur. Is niet bij iedereen bekend. De cursisten waren inderdaad heel erg tevreden over de extra informatie dat ze meekregen. Omdat ze niet bekend zijn met de spelregels die gelden voor een scootmobiel. Alle deelnemers van vandaag krijgen een certificaat uitgereikt. En hopelijk met de kennis die ze opgedaan hebben vandaag, dat ze een stukje veiliger en meer vertrouwd door het verkeer rijden. Worden dit soort dagen vaker gehouden in het land? In het land worden ze vaker gehouden. Dit is een eenmalige samenwerking geweest van de politie samen met de Rode Kruis. Kurt de Boer en nog een aantal andere deelnemers. Mijn wens is eigenlijk dat dit stokje wordt overgenomen door de gemeente Haarlem. En dat ze gewoon regelmatig, een aantal keer in het jaar, een dag houden voor de scootmobielrijders.